Hey allemaal en welkom bij deze Q&A over mijn nieuwste boek Fright Night. Ik had de vraag gesteld of jullie vragen hadden over dit boek en er zijn heel veel vragen binnengekomen. En ik heb de leukste 4 uitgekozen, dus die gaan we nu even beantwoorden. Let's go! En de eerste vraag was of ik zelf wel eens een Fright Night heb gedaan. Jazeker, per ongeluk eigenlijk, want ik had geen idee waarvoor ik me had opgegeven. En ineens stond ik in het bos, in het donker, om 11:30 s'nachts. En overal waren acteurs met allerlei soorten moordwapens, van cirkelzagen tot messen, bebloede gezichten, mensen die uit het bosje sprongen achter bomen vandaan. Ik scheet in mijn broek. Ik was zo bang. Maar dat heeft wel geleid tot het schrijven van het boek. Dus ergens ben ik die nacht ook wel een klein beetje dankbaar. Dan gaan we door met vraag nummer 2. En dat was de vraag of ik al ideeën heb voor een volgend boek. Jazeker, ik ben op dit moment een nieuwe thriller aan het schrijven. En die komt waarschijnlijk in 2019 uit. En daarnaast ga ik ook een boek schrijven voor jongere kinderen. Dus er komt van alles aan. Dus nog heel even geduld. Maar eerst genieten van deze natuurlijk. Vraag nummer 3 was, hoe heet de hoofdpersoon? De hoofdpersoon uit dit boek heet Dylan. Dylan is eigenlijk mijn echte hoofdpersoon. Maar daarnaast lees je ook vanuit Sophia en vanuit Reza. En vanuit de moordenaar zelf. Want ja, in dit boek gaat er iemand dood. En de laatste vraag, nummer 4, was op een schaal van 1 op 10, hoe erg angsthaas ben jij? Ik ben zo iemand die, als ik in een groepje zou zijn en iets heel engs meemaak, dan ga ik waarschijnlijk ergens proberen tussen te wurmen. Dus ik trek iemand anders voor me en ik zorg dat iemand achter me staat. Dus ik denk op een schaal van 1 op 10 dat ik zeker een 8 ben. En ik denk dat andere mensen misschien wel zeggen dat ik een 9 ben. Dus nee, erg dapper ben ik niet. Dat waren alweer de vragen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het inzenden. En ik hoop dat jullie een toffe video vonden. En dan zou ik zeggen, ga hem lezen. Fright Night, nu in de winkels. En ik zie jullie snel. Mwah!